Op donderdag 31 juli heeft Marcel Melissen, voorzitter van het regionaal archief Rivierenland en wethouder van de gemeente Tiel, tijdens een bijeenkomst in het gebouw van het RAG het stadsein gegeven voor een groepscheeps vrijwilligersproject van de archiefdienst. Prachtig initiatief, vele handen heet het, maar het gaat eigenlijk om vele namen. 1,2 miljoen namen invoeren van de inwoners van Rivierenland. En dat eigenlijk zo op die manier toegankelijk maken voor iedereen die iets wil opzoeken in het regionaal archief via de computer. Ja, het is fantastisch. Met behulp van vrijwilligers worden alle bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten die zijn opgegaan in de huidige gemeente Geldermalsen, Neerijnen, Buren, Culemborg, Tiel en Neder-Betuwe nader ontsloten. Dat wil zeggen op naam geïndexeerd. Het betreft ongeveer 650 registers van 21 gemeenten uit de periode 1820 tot 1940. Er is een website speciaal voor, www.velehanden.nl. En daar staan verschillende van dit soort projecten op en ons project is er één van. Dat zijn ongeveer 150.000 scans, al die bevolkingsregisters bij elkaar. En mensen kunnen dan die namen invoeren, krijgen een formulier en een scan voor hun neus en voeren die namen in. En dat wordt dubbel gedaan, dus door twee personen, onafhankelijk van elkaar. En als er verschillen zitten in die invoer, dan wordt het nog door een controleur bekeken. Dus dat geeft een grote mate van betrouwbaarheid. En zo proberen we dus op naam die registers te ontsluiten, dat straks op de website van het regionale archief. En mensen op een naam kunnen zoeken en dan direct kunnen doorklikken vanaf de hit, zeg maar zeggen, naar de scan. Meteen de juiste bladzijde in de bevolkingsregister hebben. Dus dat is mooi voor mensen die stamboomonderzoek doen of ander historisch onderzoek. Het is voor het rivierengebied waar we in zitten natuurlijk uniek voor het eerst en ook enorm groot. En als je kijkt naar de website velehanden.nl, waar vrijwilligers zich kunnen aanmelden, dan kan je zien dat wij met onze kleine RAR eigenlijk de vierde in de grootte zijn. Dus dat is echt wel een groot, uniek, geweldig, mooi project. De vrijwilligers kunnen zich het beste melden via website www.velehanden.nl en daar kunnen ze kiezen onder andere, maar natuurlijk het liefst voor mij, het project van het regionaal archief Rivierenland.